Brigitte, jij bent in de hanglijst terechtgekomen. Jij had bepaalde vragen en bepaalde pijnpunten die jij opgelost wilde zien. Ja. Kan je ons daar dan meer over vertellen? Ik had slaapproblemen, ik was misselijk, ik had af en toe hoofdpijn. En toen ben ik via een advertentie naar hier gekomen. Ik heb vroeger ook nog harmonijs gedaan. En dan ben ik best op hier terechtgekomen. Jaren. En toen ben ik naar hier gekomen en toen heeft Sophie yoga voorgesteld, een supplement. En ik heb daar een paar dagen ingenomen en nu slaap ik eigenlijk perfect heel goed. Eigenlijk wel, ja. Al van alles geprobeerd en nooit niks geholpen. Ja. En we hebben het eigenlijk puur natuur kunnen oplossen, ja. Zeg maar. Ja. Nu, jouw hoofdpijn, jouw misselijkheid, jouw opgeblazen gevoel. We zitten nu 5 weken verder in ons gezondheidstraject. Hoe is het daarmee, Brigitte? Het misselijk gevoel is helemaal weg. Ik slaap heel goed, alleen af en toe nog hoofdpijn. Helemaal weg. En dan na 5 weken. Ja. Heel goed. Ik ben heel trots op mijn eigen dat ik dit kan volhouden. Want ik heb al verschillende diëten gevolgd. En dat was gewoon maar een paar weken. En dan was het gewoon onzeker. Inzettingsvermogen. Mm-hmm. En heel veel steun van mijn zoon. Je steunt me geweldig. Ja. Je zegt, mama, hou het vol. Want wat ziet hij bij jou gebeuren? Dat ik afval. Dat je één afslaat? Ja. Oké. Okay. En hij ziet het ook al in mijn gezicht. En dat ik ook niet meer zo goed ben. Want als hij dan belde, dan vroeg hij altijd, mama, van waar komt jij? Ik zeg, nee, ik zit gewoon in de zetel. En nu, als hij belt, ben ik niet meer moe, want dan hoort hij niet meer. Hij hoort het gewoon aan jouw ademhaling, dat jouw conditie verbeterd is. Ja, heel erg verbeterd, ja. Super. Helemaal niet. Want ik heb al dikwijls geprobeerd op mijn eigen ook zo via de site te bestellen en dat lukt nog niet. Nee. Ja. Dus die ondersteuning en die extra begeleiding is echt wel een meerwaarde. Die heb ik echt nodig. En ik moet ook alle weken komen, als ik om 14 dagen kom, dan weet ik van mijn eigen, na een week loop ik mis. Ja, ze zijn heel hard bezig met mijn ondersteuning. En als je iets wilt weten, dan moet je maar mailen en je krijgt gewoon dezelfde dag al direct een antwoord. Ze ondersteunen mij hier heel goed. Ja, maar dat moet ik doen. Ja. Daar ga ik heel goed mee. Ik ben tot nu toe bijna 7 kilo afgevallen. Een dikke proficiat. Dank je wel. Ja, eigenlijk wel. Maar je verzet dat altijd maar, je verzet dat altijd maar. En nu komt er zoveel bij dat je eigenlijk heel slecht voelt en heel moe voelt en geen energie meer heeft om iets te doen. En dan toch heel blij dat je uiteindelijk toch de stap hebt gezet. Ja, heel blij. Ja, ook mijn misselijkheid is helemaal weg. En als ik naar de dokter ging, dan was ik neem dit pilletje, maar dat pilletje. En Sophie heeft nu extra supplementen gegeven en mijn misselijkheid is helemaal weg. Ja. Wat hebben we nu gedaan? Wij hebben natuurlijk in de plaats van te behandelen, hebben wij de oorzaak opgezocht en daar zijn wij volledig natuurlijk aan het zoeken en aan het oplossen. En eigenlijk in no time hebben we gevonden waar die prikkels en die impulsen zaten. En zo hebben we dat eigenlijk op een natuurlijke manier opgelost. Ja. Dankjewel dat jij deze getuigenis wilt delen met de andere mensen, zodat ook degenen die nog struggelen in hun gezondheidsplan, toch de moed vinden, want daar gaat het om, om die eerste stap op te zetten. Hè? Ja. Dankjewel. Dankjewel, Brigitte.